drie jongens met twee kisten vol wapens en munitie aanzetten. Van de Rijkswacht. Alweer een wending in het bendedossier, kun je afvragen. Een romanschrijfster of filmmaker zou er niet mee wegraken. Maar in deze kwestie lijkt het motto verwacht het onverwachte. Of toch maar beter voorbehoud maken bij alle onthullingen van de afgelopen dagen. Stijn Valk overschouwt een week bendeberichten. Wapens die boven water komen in het kanaal Brussel-Charleroi. Dat was lang geleden. Het zijn trouwens niet deze duikers van de civiele bescherming die ze vonden. Nee, zij zijn pas in actie gekomen nadat jonge amateurduikers gisteravond een merkwaardige buit afgeven bij de politie. Er zijn dus zowel munities en dus twee wapens, dus een riotgun en ook een revolver, die werden dus in de twee dozen teruggevonden. De drie jonge duikers visten de wapens al 5 maanden geleden op, maar legden blijkbaar niet meteen het verband met de bende van Nijvel. Ook al spelen de bodemgeheimen van dit kanaal een cruciale rol in het meest beruchte criminele onderzoek van het land. De duikers werkten in opdracht van het parket van Dendermonde. Uit het kanaal werden grijze zakken boven gehaald. Het zou vaststaan dat de overigens vernietigde wapens van hetzelfde type zijn als deze die een jaar geleden in Alst werden gebruikt. De vondst destijds in 1986 was ook al opmerkelijk. Speurders uit Nijvel vonden bij een eerste duikoperatie niets, terwijl de collega's uit Dendermonde kort daarna dus wel prijs hadden. Inderdaad, er lagen daar plastic zakken in het water met de buit van de verschillende overvallen. Kogelvrije vesten, lopen van geweren, kassa's van warenhuizen, checks van warenhuizen en dergelijke lagen daarbij in. En men heeft die toen gevonden. En men zei, die liggen al een jaar in het water. Later zal blijken dat die geen jaar in het water lagen, als men dat heeft kunnen onderzoeken, dat die daar recent waren ingestopt. Met andere woorden, er hangt een reukje aan die vondst. In 2010 wordt daar trouwens nog eens gedoken naar buit en wapens. Geen resultaat. De duikers zijn duidelijk. Als er nu nog iets wordt gevonden, wil het zeggen dat er achteraf nog gedumpt geweest is. Maar gisteren krijgt de procureur-generaal dus toch iets dat verdacht veel lijkt op nieuw bewijsmateriaal uit hetzelfde kanaal. Alsof er nog niet genoeg nieuwe informatie was. Ja, mijn broer is inderdaad de reus. Dat Tissel heeft mij dat op zijn sterfbed bevestigd. Maar natuurlijk, wij moeten altijd voorzichtig blijven, hè, want veel informatie, het is goed. Maar dat vraagt ook veel, veel werk om al deze informatie te kunnen verwerken. Dat heeft voordelen en nadelen, dus veel informatie. Sinds er plots een naam geplakt wordt op de zogeheten reus van de bende, lijkt het kleine speurdersteam dat zich nog over de bende buigt, achter de feiten aan te lopen. Sommige slachtoffers en een groot deel van het publiek hebben bovendien geen vertrouwen meer in de onderzoekscel. Er is zoveel gesjoemeld in dat dossier dat uiteindelijk uw vertrouwen in justitie dat valt weg. Eigenlijk moeten wij bij de duivel te biechten gaan en dat is ons nu de laatste jaren wel duidelijk geworden. Er is te veel nevel. En wij vragen nu om het op te lossen. Ja. De moderne tijd vereist dat we dit, dat we hier een deftig antwoord krijgen. Christian de Valkeneer, welkom. U bent procureur-generaal in Luik, ja. Topman van het onderzoek naar de bende van Nijvel. Kunt u om te beginnen eens vertellen of u al meer weet over de kist met wapens die u gisteravond is geleverd door drie jonge duikers? Ja, dus het is een informatie dat de politie heeft ontvangen gisteren of eergisteren. Dus ter gelegenheid van een uitzending dus, op een andere dus, tv-programma. Dus dat was een reconstructie van de feiten van de bende van Nijvel. En dus de jongens hebben naar deze uitzending gekeken. En ze hebben een band gemaakt tussen dus wat zij hadden enkele maanden geleden ontdekt. Dus in het kanaal
Brussel, Charleroi. En de feiten van de benden van Nevel. En ze hebben rechtstreeks contact genomen bij de politie. En de politie is ter plaatse geweest dus, en heeft dus een aantal dingen, de voorwerpen, bij hen dus in beslag genomen. Mm-hmm. Dus meer precies twee kisten. Dus met een inschrijving Rijkswacht Gendarmerie. En ook twee wapen, dus een riotgun en een revolver. Ja, nu, we begrijpen dat er op die kisten Rijkswacht zou staan. Als dat werkelijk dozen zijn of kisten die door de Rijkswacht worden gebruikt, staat er dan ook geen naam of nummer op? Ja, ja, ja. Dus er zijn geen namen van personen natuurlijk, maar dus er zijn reeksnummer of serienummer op de kisten. Dus natuurlijk, de enquêteurs zullen proberen de nummer van deze kisten te traceren. Dus ja. Dat is, we weten natuurlijk, als het nog mogelijk is nu, maar zij gaan dat zeker doen. En maar op dit moment weet u dus nog niet of die kisten echt verband houden met de bende van Nijvel. Dat is voor het moment dus natuurlijk, er zijn een paar verificaties, dus de wapen moeten bij een deskundige gaan, dus voor een grondige analyse van de twee wapen, om te weten als deze twee wapen een band hebben met onze dossier. Dus tot nu toe zijn we absoluut niet zeker dat deze wapen en de munitie die stonden in de kisten, dus hebben dus een band, een link met ons dossier. Dus dat is totaal voorbarig. Het is een moeilijke ontdekking. Maar wij horen anderzijds wel dat een van die wapens bijvoorbeeld die gevonden is in die kisten zou terug te voeren zijn op een overval op wapenhandel De Keizer. Kunt dus u daar al iets over zeggen? Er is een gelijkenis tussen de wapen die werden teruggevonden en een van de wapen die werd gestolen bij de wapenhandelaar meneer De Keizer in Waver, dus in 82. Maar dat is absoluut voorbarig. Om te kunnen zeggen, dat is een van de wapen die werd bij meneer De Keijs gestolen. Ja, u kunt dat nog niet bevestigen. Nog niet, maar nog het niet. Is toch vreemd, hè? Die kisten zijn dan maanden geleden door amateurduikers bovengehaald, vlak bij een plek waar al gezocht is door onderzoekers. En dan nu dit, ja. Dat is natuurlijk een mooie toeval. Hè. Dus, maar ik denk dat dat zijn zeer jonge mensen. Hè. Dus dat zijn mensen die waren nog niet geboren op het moment van de feiten. Die ze maar ja, kennen. Zoiets mag je toch niet onder je bed verstopt houden? Of? Nee, natuurlijk. Maar enfin, bon, voilà, dat zijn, bon, ze zoeken het kanaal. Dus iedereen heeft een hobby. Hè. Dus ik heb daarover geen oordeel. Dus, en de onderzoekers hadden dat zelf niet eerder kunnen vinden? Nee, want dat is een plek waar we hebben nooit dus duikactie gedaan. Dus er waren dus een aantal duikactie gedaan op het kanaal, maar een beetje verder dus. Dat was een plek dus genoemd de Large Fouquet, waar dus de enquêteurs hadden teruggevonden dus een aantal voorwerpen vanuit de zaak in 86. Maar daar waren tot nu toe geen zoekactie, dus duikactie gevoerd. Hebt u soms niet het gevoel dat u nu de voorbije dagen voortdurend achter de feiten moet aanlopen als de pers met nieuwe feiten komt, als zo'n jonge duikers met nieuwe gegevens komt? Ja, inderdaad. Dus sinds nu een paar dagen, wij krijgen enorm veel informaties. Natuurlijk, dat is een enorme job voor de enquêteur. Zij moeten selecteren de goede en de minder goede informaties. Hè. Dat is zeer belangrijk. Dat wij moeten ook geen tijd verliezen dus, om dus misschien niet zo goed informatie te gaan toetsen, te gaan controleren. Maar dat was een zeer goede informatie daar. Hè. We moeten nog wachten natuurlijk om te weten als het goede informatie was. Hè. Dus dat is een beetje voorbarig. Maar dus met de oproep die werd gedaan op de televisie, op de radio. En dus dat heeft dus een aantal resultaten tot nu toe opgeleverd. Want u bent zelf opnieuw gaan zoeken nu in het kanaal. Ja, dus we hebben vandaag dus een paar duikactie gevoerd. Maar dus er zullen waarschijnlijk nog meer in de toekomst. Maar daarover weet ik niet precies wat er zal gebeuren in de volgende dagen in het kanaal. Maar toch, dit komt nu allemaal boven nadat het in de pers is gekomen. Anders hadden we gewoon niks geweten als burgers over het onderzoek. En waarschijnlijk voor die ontdekking in het kanaal, waarschijnlijk niet. Maar ook met betrekking tot de ex-rijkswachter die nu in het vizier komt.
Ja, dus in feite dat is toch een beetje anders, want we hebben informatie dus in februari, dus op de 22 februari dit jaar ontvangen. Hè, dus via meneer Van de Stenen, die een van de slachtoffers is van de feiten. En dus natuurlijk, dit informatie is naar boven gekomen, maar dat heeft ook een lange tijd genomen. Hè, want dus in feite, de onthulling die werden door meneer B, ik zal zijn naam niet citeren, dus werd in 2015 gedaan aan zijn broer. Mm-hmm. En dus dat heeft genomen bijna 2 jaar om naar dus het gerecht te komen. Dus dat is toch een lange weg, hè, dus om naar justitie te komen. Ja, ja. Maar, en dan onderneemt u allerlei onderzoeksstappen, maar we hadden hier eergisteren minister Geens in de studio, die eigenlijk een beetje ontstemd was dat hij ook van alles via de pers moest nemen in plaats van via u. Hij heeft u dan bij zich geroepen zondagavond. En hij vond ook vreemd, toen ik hem ernaar vroeg, dat de ex-rijkswachter weliswaar een speekseltest moest afnemen in 2000 en vingerafdrukken, maar nooit is ondervraagd. We gaan even kijken wat hij daarover zei. Deze namiddag heb ik in het parlement gezegd dat dat de enige vraag was van alle vragen die mij gesteld waren, waarop ik in mijn uiteenzetting geen antwoord heb gegeven. Ik heb niet gezegd dat het die vraag is, maar nu ze stelt, het is die vraag. En ik wacht op het antwoord. U hebt het antwoord zelf nog niet, waarom dat nog niet gebeurd was? Nee, ook omdat, ja, bijvoorbeeld meneer De Valkeneer is zelf nog maar 10 jaar met dat dossier bezig. Hè. Die feiten dateren nog van... Nog maar 10 jaar? Ja, die feiten dateren van eind 98. Ja, ja, natuurlijk, maar we moeten alles zeggen zoals het is. En ik ben zo eerlijk als ik kan. Ja, is dat dan toch niet iets dat is misgelopen, dat meneer B, zal ik nu maar zeggen, de ex-rijkswachter in der tijd niet is ondervraagd? Dat is zeer moeilijk te zeggen. Dus ik heb, zoals de minister zei, dus ik ben in een dossier sinds ongeveer 8 jaar, dus een beetje meer dan 8 jaar. Maar u hebt ook een mening over hoe het tot dan is gegaan, neem ik aan. Ja, natuurlijk, dat is altijd zeer gemakkelijk, dus een oordeel te geven, een beoordeling dus, te geven over wat... Wat is gebeurd met de zicht van nu? Mm-hmm. Dat is zeer, zeer gemakkelijk. Dus wij moeten niet vergeten dat in feite de naam van meneer B komt naar het gerecht, naar de politie. Dus naar aanleiding van de verspreiding van de robotfoto's. Dus men heeft dus een aantal robotfoto's opgemaakt. En deze foto's werden dus verspreid. Dus in de politiecommissariaat een beetje overal. Dus dat waren de gele affiches. En dus, ter aanleiding van die campagne, dus er zijn een aantal mensen, en veel mensen, dus dat was niet 10 personen, maar misschien 500.000 personen, die zijn zich aanmelden naar de politie om te zeggen, voilà, dus ik herken meneer, mijn buur of mijn vriend. Dus, en dus niet iedereen kon ondervraagd worden. Dus, en dat was natuurlijk zeer, zeer moeilijk. Ja. En de strategie van de enquêteurs van toen was te zeggen, wij gaan vragen dus een speekstal, dus om een DNA-spoor te kunnen bepalen en dus ook vingerafdruk. Mm-hmm. Waarom? Want in feite, en we moeten dat ook zeer goed begrijpen, want de techniek hebben veel, veel geëvolueerd. Dus, heel veel geëvolueerd. Dus in feite, in dit dossier, er staat alleen 2 DNA-sporen. Heel dus, weinig om mee te vergelijken. Heel weinig. En dus toen, in 2000, maar 1. Dus in 2014, in 2013, dus mevrouw Michel heeft nog een 1 DNA-spoor teruggevonden. Maar dus toen waren maar 1 dus DNA-spoor. Dus de strategie van de enquêteur was te zeggen, wij gaan vergelijken. Dus enkele vingerafdrukken die werden op de verschillende plekken opgenomen. En dus de DNA-sporen. En alleen, dat kan begrijpelijk zijn. Dus in feite, want dat is een beetje moeilijk. Dus ik kom bij de politie en ik zeg, mijn buur, dat is de robotfoto's nummer 19. Mm-hmm. Okay. En dus op basis van dat, dus te beginnen... Dus u wil niet zeggen dat daar een fout is gemaakt. Maar laat me iets anders vragen, dat toch ook op ieders lippen brandt nu die vraag. Kwestie van manipulatie. Is er nu gemanipuleerd volgens u? Wij moeten zeer voorzichtig met het woord manipulatie. Dus er zijn twee dingen. Dus er zijn manipulatie van buiten en van binnen het onderzoek. Dus, die zijn er, dat zegt u. Dus ik zeg dat er zijn dus manipulatie van buiten. Ja, dus, door wie dan? Dat weten we niet. Dat is natuurlijk een zeer belangrijk element voor ons. En het is misschien een knoop in het dossier. Mm-hmm. Hè? Maar manipulatie van binnen hebben absoluut geen bewijzen daarover. En een manipulatie van buiten is de ontdekking van 86 in Ronquière. Want wij hebben nu het bewijs,
wij zijn zeker op 99% dat in feite de voorwerpen die werden in het kanaal ontdekt in 86 zijn niet gebleven. 1 jaar, maar waarschijnlijk 10 dagen. Maar hebt u dan een idee van wie daarachter zou kunnen zitten? Absoluut niet. En diegenen die zo dat gedaan, natuurlijk, dat zijn mensen die banden hebben met het dossier. Ja, maar dan hebt u het nu over manipulatie uit het verleden. Wat met nu? Nee, dus geen manipulatie nu. Dus ik heb een... U kunt helemaal werken zoals u wil. U voelt geen tegenwerking? Ik kreeg kritiek. Wij kregen kritiek van allerlei kanten. Maar dat is gewoonlijk. Hè. Dus in veel zaken, veel gerechtelijke zaken. U kunt het onderzoek helemaal voeren zoals u wil. Wij hebben absoluut geen druk. Dus, geen druk, want dat zei u op de radio wel. Druk, in de zin. Dus natuurlijk er is een druk, want nu de pers volgt het zaak. Dus dat helpt u eigenlijk? Dat helpt ons. Maar dus, wij hebben geen manipulatie. Of dus ik heb een totale vertrouwen in de onderzoekers. En dus we hebben een zeer goede onderzoeksrechter, mevrouw Michel. Die is achter het dossier. En dus die werkt in het dossier sinds ongeveer 8-9 jaar. Dus die heeft een zeer goede kennis van het dossier. Ja, maar die dus ook al wel openlijk heeft gesproken over manipulatie en druk die ervaren is. Dat slaat dan ook, neem ik aan, volgens u op die oude zaak van 86. Ja, inderdaad. Maar begrijpt u dat mensen het op den duur niet meer, bijna niet meer durven te geloven dat dit tot een goed einde komt en dat er geen sprake is van druk? Of manipulatie zelfs? Het probleem in een onderzoek, dus vanaf het moment dat men vindt niks, ofwel wij denken dat de enquêteur zijn onbekwaam, ofwel wij denken dat er is druk of er is manipulatie binnen het onderzoek om de waarheid niet te kunnen vinden. En dat is een fout natuurlijk, want in feite, dus het succes van een onderzoek hangt natuurlijk af van elementen waarover je hebt geen beweersen. Dus dat is ook het probleem. En wat is ook voor ons zeer belangrijk? Wij hebben contact regelmatig met de slachtoffers. En zij zeggen dat ze heel zelden gehoord worden. Hè? En dat ze eigenlijk ook geen vertrouwen meer hebben in het gerecht. En zaken die hen ter oren komen, niet meer durven toe te vertrouwen aan het gerecht in sommige gevallen. Ja, maar dus wij hebben de laatste vergadering dat we hebben georganiseerd met de slachtoffers, dat was verleden jaar, in oktober van verleden jaar. En dus de slachtoffers hebben een permanente toegang aan het dossier. Dus zij komen het dossier consulteren elke dag, als zij willen. Dus de advocaten van de slachtoffer kunnen altijd komen het dossier consulteren. Vragen bijkomende actie in het dossier. Dus gaan bij de Kamer van een inbeschuldigingsstelling om te vragen controle over het onderzoek. Dus, dat is niet de indruk die we krijgen wel. Hè? Ja, maar de advocaat weten dat perfect. Hè? En er zijn sommige advocaten die zijn gekomen om het dossier te consulteren, om te vragen dus een paar dingen aan mevrouw Michel. Maar Veel advocaten zijn nooit het dossier komen consulteren. En wij betreuren dat, want in feite, wij willen ook het onderzoek voeren met de slachtoffers. En dat de slachtoffer kunnen hun woorden zeggen en dus misschien oriëntatie geven aan het dossier. We zijn zeer geopen. Oké, dat is een boodschap die duidelijk is, denk ik. Meneer De Valkeneer, heel hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. Als de wet voorspelt...